Borderline personality disorder. Ah, ik ben Dave en vandaag heb ik een gesprek met Elisa Wassink. Uh, het belooft wat en uh, ik ben heel blij dat ze is gekomen vandaag om haar verhaal te doen. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave-podcast met Dave van Aarde. Migoedo, hoe gaat het met je? Goed, met jou dief. Goed, goed, goed. Ik ben heel blij dat je bent gekomen. Dank je wel. En ik vind je ook een dappere dame. Ben heb ik mee gezegd, sorry. <laughs> Ach, je mag praten hoor. Ik bedoel, ik ken je programma, dus ik weet hoe je praat dus. Oké, okay, gelukkig. Je accepteert dat ik als een varken praat. Ik vind het heel goed. <laughs> Ach, soms, moet, soms heb je, heb ik het ook hoor. Maar ik oh. hou me in toch soms. Borderline personality disorder. Heb ik het goed gezegd? Yes. Ik heb begrepen dat jij dat hebt. Ja. Hoe ervaar Leg maar een beetje erover uit. Nou, uh, het is een stoornis. Mm -hmm. uh, is een psychische stoornis. Die eigenlijk negen kenmerken heeft. Mm -hmm. De symptomen. En toevallig heb ik alle negen. Toevallig? Toevallig, ja. Oké. Okay. Heel toevallig. Want het is wel zo, je moet vijf van de negen hebben. Dus um, als je, je wil dat de mensen... Dus de psycholoog of de psychiater. Mm -hmm. Je klassificeert als borderliner. Mm -hmm. Moet je... Vijf van de negen hebben. Dus meer dan vijf, dan heb je dat. Vanaf hoe oud had je door dat er iets anders in je was? Mm, ik denk vanaf mijn negentiende tot mijn twintigste, want met mijn twintigste op 21ste ben ik naar Nederland gegaan. Eigenlijk was het hier al begonnen. Mm -hmm. En toen hebben ze me getest, verder uitgewerkt en zo. Allemaal testjes gedaan, zoals psychische, psychologische testjes. En toen hebben ze gezien van, oké, okay, ze, ze heeft die ziekte. Oké, okay, um, uh, is het een ziekte of een aandoening? Het is een geestelijke stoornis. Het is een geestelijke stoornis, hè? Ja. No? Oké, okay, en je zegt vanaf je negentiende had je het een beetje door? Of nou, daarvoor al een beetje? Daarvoor, in mijn tienerjaren mm -hmm. ja, was het al brouillard, brouillard, dus... Ja, er gebeuren wat, dingen en zo. Wat, wat, wat voor dingen ervaren je toen? Nou, had je kreeg je stemmetjes in je hoofd of werd je depressief? Mm, niet depressief in de zin van. Maar ik had woede-uitbarstingen, ik had. Uh, je raakte controle kwijt over bepaalde dingen. Je gaat experimenteren met bepaalde dingen. Bij welke dingen? Leg maar even leg dus, Ja, je kan, je kan het zien als bijvoorbeeld drank, drugs. Mm -hmm. Je gaat experimenteren met jongens en zo. En ja. Het liep een beetje uit de hand. En mijn moeder zag het en op een gegeven moment merkten andere mensen van mijn moeder het ook op. Dus vrienden mm -hmm. en kennen ze. En die zeiden van nee, we moeten iets gaan doen. Ja. Dus hebben ze een dame ge gestuurd naar mij. Althans, mijn moeder heeft me gebracht naar een dame van haar. Een vriendin, goede vriendin van haar. En die zei nee, we moeten verder gaan testen in Nederland. Dus zodoende ben ik in Nederland teruggekomen voor drie maanden en allerlei testen daar ondergaan, psychologisch en geestelijk. Dus uh, lichamelijk en alles, daar had de plan. En toen ja, hebben ze dat ontdekt. En wat, hoe was het voor jou op het moment dat het werd bevestigd? Hoe, hoe ervaarde je dat? Nou ja, het is een shock, want ja, je denkt van, ik ben gewoon een tiener. Bij met tiener, weet je? Mm -hmm. Tieners doen alleen maar rommel. Dus, ja, ja oké. Okay. Dus uh, toen ik het hoorde, was ik wel boos. Want ik was van ja, ik heb dat niet, weet je? Maar ja, later ga je beseffen van, na je eerste psychose, ga je het beseffen van nee, wel degelijk heb ik iets. Ja, ja. Dus het was moeilijk voor jou om het te accepteren in het begin? In het begin wel, ja. Want ik kreeg een rapport hè, en dan mm -hmm. moet je dat lezen, als cliënt moet je het lezen. Of wat wordt je gezegd? En dan was ik niet blij mee. Ik kan me voorstellen. Ja. En, en je kreeg daarna een psychose? Ietsje later. Dat of zo? was. Ja, ergens, ergens kreeg ik een psychose. En toen uh, was ik van oké, okay, nu moet het. Weet je, ik moest medicijnen beginnen te slikken. Wat ook weer moeilijk was om te accepteren. Maar op een gegeven moment ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Van ik heb internet gezocht. Ik heb boeken gelezen. En ik dacht: van, Nee, dit is wel wat ik heb. Wat ervaar je wanneer je in zo'n psychose gaat? Een psychose is meer like. Je bent de realiteit kwijt. Dus je bent echt de realiteit kwijt. Je doet dingen die. Maar dus, ik bedoel. Uh, uh -huh. kan, kan je nog herinneren wat, wat er in die periode gebeurde wanneer je zo, Sommige, in zo'n psychose bent? Ik heb twee psychoses achter de rug, uh -huh. bijna drie. Oké. Okay. En dan zie je vlindertjes, of ik weet het niet, ik, nou, ik, ik, ik heb nee. geen idee. Je ziet geen vlinders, <laughs> je ziet eigenlijk de realiteit niet meer. Je, mm -hmm. je doet dingen, oh, automatische pilot, mm -hmm. ken je dat? Automatic pilot gewoon. Ja, wel. automatic ja. pilot. Ja, ja. En dan doe je dingen en dan denk je van, of je ziet schimmen, of de laatste die ik had. kreeg je schimmen, wat mm -hmm. ik wit en donker zag, dus schimmen. Alsof like, je geesten ziet eigenlijk. Ja, dat. Je... En ik, deed, ik liep op straat en zo en... Je hoort stemmen en... Dat is geen prettige ervaring, nee. Heb je het dan door dat je een psychose bent? Of, denk je, dat denk, je, of denk je gewoon van, ik zie geesten en ze bestaan? Uh, um, of? Soms... Nee, ik had het niet helemaal door. Mm -hmm. Want je hebt ook dan iemand die je begeleidt daardoorheen. Maar... Ja, neem je tijd. Het is zo dat je... Uh, hoe moet ik het zeggen? Je gaat door een psychose heen, maar... ergens heb je door dat je niet normaal bent. Ergens heb je door dat je in een andere wereld zit. En dat is de wereld dan... Tja, bijvoorbeeld als je hoort van je maakt lichten aan en uit terwijl het overdag is... en s'avonds is en je kan niet slapen... En, Mensen geven je pilletjes om tot rust te komen, of je ziet geesten of je doet dingen waarvan je zelf denkt: van, hé, dat klopt niet. En... Oh, je kan het zelf ook analyseren, ook nog. Dus je, eigenlijk zie je zelf die gek, niet die gekke <laughs> ja, dingen. Ik wil niet, dus dat... Ik, sorry dat ik het gek noem, maar, <laughs> maar die, die rare dingen doen. Die, ja, die, die... je ziet het, maar niet alles <coughs> zie je. Want sommige dingen worden gewoon blackout. Het zijn blackout, letterlijk blackouts. Mm -hmm. Maar ergens. Doe je dingen onbewust. Dus, ja. En hoe lang duurt zo'n psychose, als ik vraag me? Um, het ligt eraan. Deze heeft de laatste, ik zal over de laatste praten, want dat, dat herinner ik me nog. Mm -hmm. De laatste heeft ongeveer twee weken geduurd. Zo. So. En, en, en was, dat in, was dat in Suriname? Ja, het was bij mijn moeder thuis. En, en uh, word je dan naar ergens gebracht om te, te kalmeren? Of nee, word je thuis het, behandeld? Het, het wordt, ik was thuis behandeld. En elke dag moet je dan medicijnen nemen dan om dat te voorkomen? Nu? Hoe, hoe zit dat? Nou, um, oké, okay. ik ben begonnen op mm -hmm. m, uh, na mijn eerste psychose. Dus toen uh, ben ik uh, gelijk met medicijnen begonnen. En nu zijn ze wat zwaarder. Ja. Maar het is wel zo dat um, die medicijnen van me nu. Mm -hmm. Ik gebruik Tofranil. Tofranil? Ja, mm -hmm. dat is imipramine, als mm -hmm. mensen het kennen. Oké. Okay. Orap. En promethazine. Wat voor effect hebben die medicijnen op je? Mag het je loom of heb je, heb je side effects ervan? Nee. Oké. Okay. Maar het is wel zo dat de medicijnen je op een basis houden. Dus de dosis waar ik nu zit mm -hmm. is nog net geen zombie-dosis. Dus hoe zwaarder de medicijnen, hoe lomer je wordt, hoe buiten de wereld je bent. Ja, ja. Dus dat. Uh, je wordt er niet haai van, neem ik aan, toch, van die tabletten? Of heb je zo'n haai gevoel ervan soms? Nee, heel rustig. Okay, gelukkig, gelukkig. Maar haai is cola en sigaretjes, dus ja. Serieus? Ja, ik ook Nee, maar dus, um, heeft dat ook een heel ander effect op je als, als bij een andere persoon? Als je cola drinkt, word je dan extra actief? Nee, het is, het is kijk, als ik cola drink, mm -hmm. nu kan ik er niet meer zoveel drinken, maar toen ik cola dronk, heel veel elke dag, ja, dan heeft het net als een net als een extreem pil op je weet je, maar oké, okay, maar nu is het like, gewoon lekker weet je, lekker koffie, cola en af en toe een sigaretje erbij of een sigaretje erbij, dus ja, ik bedoel, come on, yeah. ja. dat was je echt een hyperken. vroeger, als je een beetje cola <laughs> dronk, dat stuitte je no. van alle aan. <laughs> oké, okay, als ik nu een beetje tof. want afgelopen weekend mm -hmm. heb ik veel gaan gedronken, maar ja, dan stuiter je wel, maar dat is leuk. <laughs> af en toe wil ik ook stuiteren, toch? Ja, okay. yeah. maar mag je ook bijvoorbeeld alcohol drinken? Heeft dat een ander effect op je? Uh, alcohol drink ik niet meer. Mm -hmm. Bijna niet meer. Heel af en toe nog, ergens in een blauwe jaar, misschien een oudjaar avond. Maar ik probeer alcohol te vermijden, omdat alcohol met mijn medicijnen niet samen gaan. Oké, okay, oké. Okay, okay, dus okay. als je medicijnen gebruikt, maakt niet wie je bent of wat voor medicijnen je ook gebruikt, alsjeblieft geen alcohol erbij. Ja, maar heel goed van je. Dat, dat sowieso mag je het niet combineren. Maar alcohol is sowieso slecht. Um, maar in je dagelijks leven, kan je dan ook gewoon elke job doen die je wil? Mm, ik ben mijn eigen baas. Oké. Okay. En niet elke job kan ik aan. Mm -hmm. Want uh, hoe ik het uh, zie, is mijn hersenen een beetje anders dan anderen. Maar um, ik heb speciaal onderwijs gedaan. Ik heb Nola Hatterman gedaan. En ik heb SAO gedaan. Wat is SAO, als ik vraag uh, mag? SAO van de overheid. Ik ken het niet, die opleiding. Dus, uh, uh, oh, uh, even kijken, als ik het goed heb, is het Sociaal Arbeidsonderwijs. Oké, oké, oké. Ja, dus ik heb textielerikvorming gedaan. Oké. Okay. Dus daar ben ik afgestudeerd op uh, de Ilse Labadie en op de SAO. En op NOLA heb ik kunst gedaan. Dus nu ben ik mijn eigen baas. Ik ben kunstenaar en ontwerpster. Serieus, wat voor ontwerpen maak je dan? Is het met schilderen of met textiel? Uh, of, oh. Beide. Sound? Sound? Mm -hmm. En heb je al exposures gehad? Uh, hoe bedoel je? Dus uh, verkoop je stukken? Of? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus af en toe sta in jullie op een beurs. Dus als mensen me nu zien en ze zeggen van in jullie wil ik je in het real life zien, dan komen jullie maar naar de beurs Connection Mall. Oké, okay. en um, moet je dan voor altijd begeleid worden? Uh, hoe bedoel je met de psychiater? Ja. Uh, ja, ik ga om de twee maanden naar een psychiater. Afgelopen coronatijd kon dat niet, omdat hm. ja, PCS was dicht. Af en toe was het hm. dicht, af en toe was het open. En uh, af en toe dus. Maar ik ga wel regelmatig. Hoe voelt het om bij de psychiater te zijn? Mm, hij luistert en hij geeft je medicijnen. En dat voelt goed. En uh, ja, ik bedoel, ik heb er geen stigma over. Gelukkig. Want uh, ja, die man is daar om je te helpen, weet je. En in de slechtste periode van je leven, bijvoorbeeld om psychose of als je zwart-wit gaat denken of gekke dingen gaat doen. Zijn mm hun -hmm. daar om jou een richtlijn te geven. Want de mensen om je heen, je familie, kunnen niet altijd dat. Weet je die jongens, die moet ook weten hoe je ermee omgaat, natuurlijk. Yeah. Hoe bedoel je met zwart-wit denken? Oh, geef me een voorbeeld daarvan, De alsjeblieft. Dus zwart-wit denken zeg ik alles of niets. Dus het is alles of niets, denken. Ja, dus ja. Het is zwart-wit, black and white. Ja. Heb je ooit zelf neigingen gehad hierdoor? Uh, ja. Ik leef er bijna elke dag mee. Waaraan denk je dan, als je vragen me? Mm, Oké. Okay. Ik heb gedachten. Mm. De daad heb ik nooit gedaan. Gelukkig. Misschien... Erover nagedacht om de daad te doen. Maar hoe moet ik het zeggen? Um, je denkt dan van: oké, okay, was ik er maar niet? Of ben ik, ben ik te veel? Of ben ik een burden? You know? Over de mensen om je heen, denk yeah. je? Ja. Maar voor mij je gevoel je moeder is ook hier zo. Dus die is volgens mij een grote steunpilaar voor jou. Ja, ze is een steunpilaar voor mij. Maar af en toe zien we ook niet altijd eye-to-eye. Eye. Dus het is, het is moeilijk om. Um, de gevoelens te pelen van een persoon met borderline of althans de gevoelens te pelen in mij althans als persoon. Ja, maar ik heb geen borderline, maar geloof me, mijn moeder en ik zijn ook niet vaak eye-to-eye. Eye, dus ja, dus <laughs> daarom moet nee, je geen zorgen maken. Het, het is, kijk, wij, ik, ik vooral, <coughs> bij mij, komen emoties sterker naar binnen. Dus heftiger als misschien bij jou. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus, dus mocht je moeder iets schreeuwen, dan komt het echt misschien als een, mm -hmm. een veel hardere slag aan. Het kan, het zou kunnen, maar ook de, de emoties in het denken, mm -hmm. in het doen en in het uitvoeren daarvan zijn soms heftiger dan normaal. En dat heb je bijna elke dag? Mm -hmm. Eenmaal 24 uur. Dan ben je wel sterk, moet ik zeggen hoor. Je bent verdomd sterk, want je hebt nog nooit jezelf geprobeerd. Dus eigenlijk ben je veel sterker dan, ik had da dan je zelf had gedacht. Laat maar ja, zo zeggen. Dus ik, ik, ik put mijn kracht uit mijn geloof. Dat is één. Okay. En uit mijn muziek. Zoals je weet ben ik rocker. Dus uh -huh. dan uh, haal ik mijn kracht uit dat. Maar niet alleen uit rockmuziek hoor. Ik haal het uit gospel. Ik haal het uit latin. Dus eigenlijk elke genre muziek uh -huh. die goed in de oren klinkt. En een goede tekst heeft. Of... Gewoon mute muziek, alleen instrumenten yeah. kunnen ook al helpen. Dus uh, het ligt aan de dag van, op de dag mm -hmm. welke stemming ik ben, en dan ga ik zo mijn muziek. Maar, maar dus net zo down als je bent heb je ook hele hypermomenten dan uh -huh. dat je helemaal hype bent. Ja, je <laughs> kamer. En zo zitten we echt te lachen van, oké, okay, uh, nu mag. Het, dan zeggen ze ook van, nu mag het wel even rustig gaan, hè? Ga even naar je kamer, ga even luisteren, of zo. Oké, okay, dus het leuk is, wij jullie kunnen wel erover praten van, hé, hey, ja. wacht even, je bent nu eventjes <laughs> extreem aan het gaan in het positieve het negatieve. En dan, het dan het zeg ik ook van, oké, okay, nu ben ik echt zo hyper en alles. Mm -hmm. Dus ja. Maar het is niet... Uh, ik vind het wel mooi dat je het helemaal hebt embraced eigenlijk. Waardoor mm. je er veel makkelijker mee weet om te gaan. Nu, ja, niet? en ik heb het ook embraced omdat ik awareness wil brengen... Mm -hmm. naar mental health persons. Mm. Dus mensen met mental health issues. En dat mensen uit mijn verhaal misschien gaan denken van... Hé, hey, ik zie dit in mezelf. Ik voel dit in mezelf. Laat me toch eens contact maken met een psychiater. Of het hoeft niet speciaal bij... Uh, PCS te zijn, ja. want er zijn ook kantoortjes van psychiaters en zo, maar als psychologen, dan kan je het zo bespreekbaar maken, weet je? En Suriname vindt het wel een shing eigenlijk om naar de psychiater mm -hmm. te gaan. Ja. Hoe vind je dat je wordt behandeld door de, door de, door de samenleving? Mm, er zijn mensen die zeggen van, oké, okay, ik kan niet met je, ik ren weg. En mm. anderen embrace me gewoon van, we zijn er voor je. Heb je ooit ervaren dat je bent gediscrimineerd? Of gepest? In de zin van niet letterlijk. Mm -hmm. Dus dat mensen met dingen gaan schrijven of zo. Maar wel dat je vrienden verliest. Is het dat ze, dan niet beg dat ze het niet wisten? Ze wisten het, maar ze begrepen het niet. Ja, hè, want ja, maar kijk, het is ook moeilijk misschien mm -hmm. om, om ermee om te gaan. En je bent nu wel in een relatie, heb ik begrepen? Ja. En je vriend uh, heeft. Heeft hij, heeft hij ook een bepaalde aandoening? Nee, hij is keihard gezond. Geweldig. Dus, mm. En, en uh, je hebt hem helemaal voorbereid toen je er begon, eraan begonnen Of hoe um, is hij dat precies? Oké, okay, ik ken hem sinds 30 april, maar oké. Okay. <laughs> maar in ieder geval, dat is heel leuk. Ja, ja, maar in ieder geval, het is, is een zo... Ja, dat is dat. We zijn verliefd, ja. <laughs> <laughs> maar hij heeft dus die uh, van Vision Poeren gezien. Ja. Dat hele... Ding, mm -hmm. Had hij een interview. En toen zei hij van: Oké, okay, ik accepteer je zoals je bent. En, uh, oké, okay, ja, dat is mijn buik. <laughs> ik heb het niet gehoord. <laughs> oké, <Okay>, gelukkig. <laughs> in ieder geval, um, Wisham, dus hij dat interview gezien en mm -hmm. toen uh, heeft hij gezegd: van Oké, okay, I'm going with you. En we ontdekten dat we heel veel in common hadden. Bijvoorbeeld, hij hey, kan niet kiezen, ik kan ook niet kiezen. <laughs> En we hebben kleine gekke dingetjes die in common zijn. Dus I was like, oké, okay, we can do this. Something some can happen. Maar so, uh, jullie kenden elkaar. Hij, hij heeft je gecontact dan? Ja. Yeah. Via Facebook. Ja. Yeah. Serieus. Uh -huh. En hij heeft je gewoon embraced zoals je bent. Ja. Yeah. Is toch geweldig, eigenlijk? Yeah, hij dus is een hele bijzondere was, man moet ik zeggen. Ja, yeah, hij is. Uh, hij is een hele bijzonder iemand, ja. En, uh, en luister je wel naar hem, dus wanneer en bijvoorbeeld. Ja, dus we praten veel, we communiceren nu heel veel. Mm -hmm. En we uh, luisteren naar elkaar. Hij leert mij iets en hij, ik leer hem iets. Dus hij leert me ook meer dan ik hem leer. Maar oké. Okay. <laughs> maar we leren elkaar, weet je. Dus we ontdekken elkaar door te praten en de communicatie is goed. Heeft hij misschien ervaring binnen zijn eigen familie? Ja. Ah, wat fijn. Dus daardoor heeft hij wat meer ervaring met mensen die ja, borderline zijn. Ja, hij heeft een beetje ervaring daarin. En hij zei ook: Hé, hey, ik herken dingen in Vishant in je interview daar. Mm -hmm. Maar ja, ik bedoel, hij embrace het gewoon. Is wel heel bijzonder eigenlijk hoor. Ja. Yeah. Uh, want in Suriname is men ook vaak. Uh, ja, niet iedereen, duidelijk. Maar mm. men keurt dingen snel af dat ze niet begrijpen. Ja. En deze man heeft je juist gecontact nadat hij het interview heeft gezien. Nou, hij heeft eerst mee gecontact en toen het interview gezien. Ja. Oh ja, oh ja. Mm. Heel leuk, heel leuk, heel leuk. En, um, Ik vind het zo'n mooi verhaal, eerlijk gezegd. <laughs> dat hij dat heeft gedaan, jongen. Ja, Lijkt op, is leuk, leek op hè? een love story. <laughs> ja, het is ook een kleine love story. Dus, ja, het is leuk. Aai, mooi. Um, is mm -hmm. dit uh, genetisch, wat je hebt? Um, kijk, sommigen zeggen het is genetisch. Mm -hmm. en, uh, psychiatrische aandoeningen zitten in mijn familie. Okay. Maar oké. Okay. Um, anderen zeggen je kan het oplopen door een trauma. Door childhood things. Yeah. I don't know what, but yeah, things. Ervaringen die gebeuren. Ja, ervaringen yeah, yeah. die gebeuren. Um, het, be, het ontstaat meestal in je tienerjaren... Dat het zich ontwikkelt. Okay. En uh, ja. En je hebt alle negen symptomen. Mm -hmm. Ken je een paar uit het hoofd toevallig? Ik heb mijn spiekbriefje mee genoemd. Nee Neem me mijn spiekbriefje, neem mijn spiekbriefje. Mm -hmm. Welke, welke mm -hmm. symptomen zijn dat precies? Oké, okay, je hebt hier denken. Dat is, dat, dat ik al zei ja. Zwarte wit denken, dus alles of niets. Mm -hmm. uh, je hebt eentje die heel sterk bij mij ook een tijdje was. Dat is uh, negatief zelfbeeld. Uh, wat? Dus we gaan, we gaan niet rennen door die punten. Hoor. Dus ja, die gaat jezelf beeld. Wat zie je dan? waar denk je? Nou, dat je jezelf niet accepteert als hoe je eruit ziet. Bijvoorbeeld, je kijkt in de spiegel en ja, uh, yeah, dat is niet wat jij wil zien. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is het mm. Je hebt dan voelen, bijvoorbeeld, stemmingswisselingen. Mm -hmm. Dat je heel hoog gaat heel naar heel uh, laag. Dus je gaat van, van heel happy naar heel sad? Ja, dus één keer val je naar beneden. Is dat allemaal dus binnen is het binnen een minuut? Dus ik het, het... Kijk, het kan zijn dat je heel sky high bent. Ja. En in één keer gebeurt er wat. Het zegt je wat misschien. Ja, ja, iets ja. gebeurt er en je bent sky naar beneden. Dus je kan gewoon rock bottom hitten. En dan ga je direct wat huilen, is dat? Het of? kan zijn dat je huilt of je kan zijn dat je een woede aanval krijgt. Oh, voor drie slaapt bij jou soms ook om in, in woede? Soms, heel soms, ja. En, en wanneer je zo'n woede aanval hebt, ben je dan... Gevaarlijk? Nee, ik ben niet gevaarlijk. Of voor jezelf. Maar gevaarlijk he? gevaarlijk het is voor jezelf. meer dat je je woorden kiest, je moet je woorden kiezen en zo. En Oké, gemeene dingen zeggen. Ja, bij... dus dat. Heel gemeene dingen zeggen. Ja, okay, okay. Dan heb je lichten en depressie. Oké. Okay. Dat kent iedereen. Depressie is meer dat je ja, dagelijks niet normale dingen kan doen. Heb, heb, jij, heb jij vaker last van depressies? Mm, ik had en ik heb nog soms. Gewoon af en toe een beetje. Maar is het dat je dan uh, een week lang in bed ligt? Of, of, of no, lang, ik langer? Ik probeer even? niet in bed te blijven liggen. Want ook al heb ik een depressie, wil ik toch wel leuke dingen doen. Dus je bent op dat moment ook bewust van dat je in een depressie bent? Op dat... Ja. Je... Wauw. Kijk, het is... Niet altijd heeft men het doornamen nee, dat je in een depressie nee. bent. Want dat is ook het leuke ervan. Dat van je die... het door hebt vind ik geweldig. Ja, ja. dat is yeah. dat. Dan um, heb je... Oké, dat hadden we al gezegd. Verlatingsangsten. Okay. Die is een hele leuke, maar uh, die is meer like. Oké, okay, ik heb nu een vriend, hè, Dus yeah. oké, okay, I'm in love. Uh -huh. Maar ik ben bang dat als er wat gebeurt, iets groots, dat hij me verlaat. Weet je, dus dan heb je de angst. Ook al zegt die persoon tien keer tegen je van. Nee, ik blijf, ik blijf, ik blijf. Maar toch heb je die angst van een dag: je gaat hem toch weer verlaten? Want. Je weet want ik heb dit en. Of er gebeurt wat en oké. Okay. Mm -hmm. um, oh ja, het gedrag is zelf is impulsiviteit. Yeah. Impulsiviteit houdt in dat je te veel van iets doet. Dus bijvoorbeeld te veel cola drinken op een dag. Of te veel... Je kan dingen doen zonder na te denken. Dus je denkt niet na over wat je doet. Dus je kan wel gewoon in een plane stappen, bij wijze van spreken. Je, niet, je denkt niet aan morgen. Ja, well, het is met geld uitgeven. Dat heeft niet met geld uitgeven te maken. Toch? Want okay, okay. die plane, die ticket moet je wel eerst gaan kopen. <laughs> maar oké. Okay. Maar dan heb je dan bijvoorbeeld dat je heel veel geld uitgeeft. En ik kan mis staan met veel thuis. Ja, oké. Okay. Dat kan ze even aan. <laughs> maar dan ga je niet shoppen of zo. Dan ja, je... dus ik shop. Dus <laughs> onbewust ga je geld uitgeven. Maar dan denk je niet aan morgen, bijvoorbeeld, weet je. Oké. Okay. Een uh, zelfverwonding dat is bijvoorbeeld uh, nog geen suicide. Maar, snijden, maar snijden, bijten. Ik beet vroeger. op mijn hand. Hmm? Hoe bedoel je bijten? Dus dat je. Dus uh, je tanden in, in je arm zetten. Maar beetje dat bloedunstoel dan? Dat heb ik nooit gedaan. Dat pijn wel. Dus gewoon, oké, okay, ben je bent niet door, maar gewoon een langere periode ja. je dan vast aan je huid. Ja, zoiets. Ja, maar bij sommige mensen hebben op hun day dat ze sneetjes zetten. Ja, of op hun arm omdat ze sigaretten uitmaken op je lichaam en dat soort dingen. Het sigaretten. kan heel heftig worden, ja. Zelfs sigaretten? Die ken ik niet. Ik heb wel mensen met sneetjes. Ja. Ze hebben vaak dan ook een lange mouw aan ja. of om het te bedekken. Okay, ik deed dat soms, lange mm -hmm. mouw. Maar later heb ik het niet meer gedaan. Ik dacht van, als jullie het zien, dan zien jullie het. Dan vragen jullie maar. Wat de reden is dat ik een tatoeage op mijn arm heb. Wel dapper van je. Want je kreeg blauwe plekken of zo? Je ziet die tanden toch? Ja, 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 ja. En nu heb ik wel echte tatoeages. Dus <laughs> ja, ja, ja. dan uh, zeg ik ook van oké, okay, weet je. Maar wanneer je tatoeëert, komt er ook een bepaalde pijn vrij. Ja. Was en, dat geen verslavend gevoel dan? Eh. Uh, eerlijk gezegd. Ik heb er nu zes. <laughs> oké, okay, dus je gaat nog eventjes door. <laughs> Misschien, ja. Als ik toestemming kreeg. Oké, okay, oké. Okay. Maar dan, wil het, dan moet het ook de laatste zijn, weet je. Want dan wil ik het uh, het is een surprise, maar okay. 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 dat horen jullie nog wel ooit. Als jullie me in live zien, dan zien jullie het wel. Even kijken, daar hebben we nog. Die hadden we al gehad, zelfmoordgedachten en realiteitverlies. Dat realiteitverlies is dan die psychose, toch? Welk is het zwaarst om te ervaren van al deze symptomen? Bij jou misschien aanwezig, Lammertsozen? Wauw, dat is een mooie vraag. Ik zou zeggen. Als je elke dag moet leven met een zelfmoordgedachte. En verlatingsangsten. En eigenlijk kan ik die hele lijst zeggen. Want ja. het, is, het zit gewoon in je. En ik voel gewoon dat elke dag een struggle is. En ik mag elke dag overleven. En leven. Dus ik zeg altijd, ik overleef en ik leef. Dus voor de mensen die denken dat ze problemen hebben in hun leven is dus eigenlijk een wandeling in het park vergeleken met wat jij elke dag moet meemaken. Wel, daarom wil ik ook soms mijn verhaal doen. Daarom ben ik ook bij jou. En je had ook online gevraagd van als iemand een verhaal heeft over bepaalde dingen, dan uh, kom het delen. En wees niet bang om het te komen delen. Want ik weet, er zijn mensen met borderline hier in Suriname, maar ze weten het van zichzelf nog niet. Heb jij vrienden trouwens die ook borderline zijn? Meerdere matties of zo die misschien ja, leren kennen? Ja, in het kennen. buitenland. In het buitenland wel. In het buitenland is het meer er, uh, erkend mm -hmm. en acceptabel. En hier heb ik nog niet iemand ontmoet die het heeft, die wat ik heb. Je bedoelt zomaar extreme? Of bedoel je gewoon Goal borderline. Dus het maakt niet uit of het extreem is mm -hmm. of dat het. Een milde vorm is, maar ik heb nog niemand ontmoet met borderline. En wanneer je met zo iemand communiceert, die is mm. van het buitenland, um, kunnen jullie dan makkelijker met elkaar praten over alles? Wij kunnen ervaringen delen en wat jij leert, leert die ander ook. En zijn, zijn gevoelens kunnen anders zijn mm. of zijn symptomen, maar je deelt altijd een soort van band. Je hebt een band met die persoon. Waar heb je ze leren kennen? Bij de, bij de, bij de, waar je die testen aan het doen was, heb je die mensen nee, leren nee, kennen? Of gewoon um, in je privé? Ik was vroeger in een groep. Ah. En nu ben ik ook in een soort uh, groep waar het twee mensen zijn met borderline. Maar die wonen in Engeland. Oké, okay, en is het voor jou makkelijker trouwens? Want ze zijn in Engeland. Kan je makkelijker andere talen spreken? Of kan je makkelijker studeren? Ook even simpel studeren als mensen die het niet hebben? Hoe zit dat precies? Oké, okay, het studeren. Mm. Want het uh, is moeilijk om te focussen soms, toch? Mm. Oké, okay, het studeren heb ik wel uh, speciaal onderwijs gedaan. Dus, En um, dat is voor, ja, yeah, gewoon. Wat, wat, wat bedoelen ze met speciaal onderwijs? Voor uh, kinderen die moeilijk kunnen leren. Maar is het mm. zo dat je snel was afgeleid tijdens het studeren? Um, nee, het is dat mijn hersenen het gewoon niet aanpakten wat ik op de, op de lokale scholen kon doen. Op mijn zevende werd ik ziek. Zevende? Zeven jaar, ja. Okay, okay, okay. Werd ik ziek en toen uh, vielen allemaal functies uit. Mijn hele lichaam was eigenlijk plat op okay. bed. Oké. Okay. Maar uh, toen hebben ze iets ontdekt in mijn hersenen: uh, dat een uh, soort cholesterol, iets van. Cholesterol had mijn hersenen opgegeten bijna. Dus ik was bijna een kastplantje geworden. Maar oké. Okay. Maar toen hebben ze uh, daarna, na drie maanden in het ziekenhuis... moest ik weer leren lopen, leren praten, leren slikken. Dus je gaat van een gezond hersentje naar een klein minder hersentje. Dus de, het hersending daarboven zit een beetje gekrompen. Dus het is een beetje gaan slinken, toch? Mm -hmm. Dus een paar functies vielen uit... Maar daarom ben ik bij speciaal onderwijs gekomen. En dat is dan, um, moet ik het zeggen. Er... Zijn er mensen die met je echt komen zitten? Ja, dus mensen komen met je zitten. En de juffrouw gaat je op een simpele manier uitleggen hoe die som wordt gemaakt. Oké, okay, maar ze kregen wel alles wat andere kinderen op school krijgen. Ja, maar, maar je wat meer aangepast. aangepast. Okay. Dus. dus je hebt ook niet zulke grote klassen, dus. Nee, je hebt niet zulke grote klassen als 40 kinderen. Mm -hmm. Misschien, wat mijn grootste klas was op school 12 kinderen. Dat was toch wel veel meer dan ik had gedacht. Ik ja, dat is dus alleen... ook. Ik, ja. ik had dat ook gedacht, want sommige klassen waren wel 12. Maar de, het maximale was ook 12 op die school. Was dat in Suriname ook? Ja, ik heb alles gedaan in Suriname. Behalve de ziekenhuizen dan, hè? Die moest ik dan in Nederland doen, maar. Verder heb ik de lokale school, dus de scholing, heb ik allemaal in Suge gedaan. En je zegt je moest opnieuw leren slikken zelf. Mm -hmm. Kan je nog wat herinneren van die periode? Um, niet veel meer, want ja, die periode is like, wat mijn moeder me allemaal heeft verteld, wat ik niet kon en wat ik wel kon. Maar ik moest leren slikken, ik moest leren lopen, ik moest leren eten, ik moest leren alles. Dus ja. hoe lang heeft zo'n zo geduurd, denk je? Een paar jaren dus. Een paar jaren. Wauw. En, en uh, mm -hmm. ik weet dat het lang geleden is, mm -hmm. maar is het gewoon een dagje, viel alles uit? Zoiets, ja. Ja. Wauw. Ja. Dus ik weet nog, ik was op school, wat mijn moeder weer vertelt. Mm -hmm. Ik was op school en ik zat in de eerste klas. Oké. Okay. Oké, okay, ik zou overgaan naar de tweede. Maar in de eerste klas begonnen ze al te zien van... Hé, hey, er klopt iets niet. Ze praat raar. Ze doet raar. Uh, ze kan niet meer goed lopen. Dus zelfs thuis met de telefoon aan niemand bijvoorbeeld. Want je weet... Ik ben een kind, dus nee. ik ga de telefoon aannemen voor papa en mama, toch? Nee. Oké, okay. Daar merkte ze ook al van, ze praten. zolardig. Dus langzamerhand ging dat, die functie uit. Gingen nee. functies uit. En toen was het zo. En je zei cholesterol heeft je hersenen opgegeten. Je komt, zei je dat net? Ja, dus, wat cholesterol, dus uh, je een hoog cholesterol het, Nee, gehouden. nee, nee. Het is een soort beestje. Ik noem het een beestje. Ik zeg maar <laughs> yeah. gewoon een beestje in mijn, in mijn hoofd, wat zij dan de doktoren cholesterol noemen. En dan... Was het zoiets? Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, laten we het gewoon op een beestje <laughs> houden, yeah. wat cholesterol heet. En dan die mijn hersenen langzaam op had. Jong, je, je bent een paar toffe, <laughs> toffe dingen heb je doorstaan, jong. I is dat hè. Geen wonder dat ik nu een rocker ben. Dus, uh, en een christen. Dus ja, uh, ja ik, uh, ik mag hem alles... Uh, je, hecht, je hecht heel veel waarde aan je geloof, zie ik. Ja, ik hecht heel veel waarde aan mijn geloof. Want ik weet wel dat mensen nu denken van oké, okay, maar dit kind is rocker. Ze is christen. Ze heeft borderline. Ze heeft dit niet <laughs> gemaakt. I'm like... Uh, ik mag geen zijn wie ik ben. Ik yeah. heb heel veel meegemaakt. En... Ja. Je bent, je bent, je bent <laughs> oersterk, eerlijk gezegd hoor. Want om te, gewoon de gedachte om s morgens wakker te worden, heb hebt echt iets van, hey. je kijkt in de spiegel, je bent niet blij. Mm -hmm. Je denkt van, hey, ik wil doodgaan. Mm -hmm. Je denkt, die persoon gaat me verlaten. Mm -hmm. jo, allee, ik wil niet eens verder gaan <laughs> met, 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 met opkommen van die dingen. <laughs> en toch sta je op. En toch ga ik door. Want... En toch ga je door. Oké, okay, ik kan geen auto rijden. Dus ik moet okay. met de bus en ik moet mijn benenwagen gebruiken. Dus wat ik doe, ik sta op. Ik ga, mijn moeder zegt van, maar vandaag ga ik naar de stad. Heb je wat nodig in de stad? Oké, okay, ik kom thuis. Ik ga, ik ga gewoon die weg op. Ongeacht Ongeacht wat er ook is. Ik zeg, ma, maar vandaag ga ik naar de stad. Heb je wat nodig in de stad? Oké, okay, ja. Goed, ik neem wat geld mee. En... Ik doe mijn ding. Wat, Soms. Wat heb je. Je hebt een benenwagen, wat is dat? Een, een rollator, is dat een beetje? Uh, ja, die twee voeten van me heb ik als uh, benenwagen. Oh, je weet je dat, geen <laughs> rol laten. Hij hey, is zo'n optelling nog niet hoor, ik ben nog geen 83. Ik nee, ben nee, nee. <laughs> oh, nog geen benenwagen. 83 hoor. Ik hoor ik benenwagen ik weet. Ik, <laughs> ik, 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 weet dat ik, ik weet dat ik dit jaar 83 word, maar nee. <laughs> ik ben nu uh, 73, dus <laughs> ja, je weet toch. <laughs> nee, ik dacht benenwagen, ja, je is je eigen. Ja, ook okay, ik heb een woordje bij je geleerd. Ja, sorry. je moet een woordje bij <laughs> <spijlen. laughs> Maar is er een reden dat je geen wagen kan rijden? Uh, ja, ik heb geen inzicht. En inzicht. ik kan geen diepte zien. Le okay. okay, inzicht is like... Uh, ik weet niet hoe ver die dat hek van je staat. Dus ik zie dat hek daar, maar ik weet niet hoe ver het staat. Serieus? Dus mm. eigenlijk zie je alles als één vlak? Ja, zoiets. Oh. Maar ik heb mezelf getraind... Mm want je kan daar ook in trainen, een beetje kleine schaafjes zetten, ja, schaafjes ja. toch? Mm. Ja. <laughs> dus uh, dan uh, kan je dat doen en dan uh, kan je een beetje inschatten van, oké, okay, zo ver staat die camera, dus de camera zie ik, mm -hmm. maar dan zie je dat, dat die paal daar, dan denk je van, hey, het staat recht in nee, die paal, dus ja. Oh ja, dus dat heb je mm -hmm. ook nog. <laughs> <laughs> ik heb de film af te noemen. Ik echt heb de film af te noemen, dus ah. Uh -huh. Ik vind echt dat je het geweldig doet, eerlijk gezegd hoor. Want maar oké, okay, ik, ik doe het geweldig, dat zegt men ook. Ik ben tof, ik had je ja yeah. Maar ik heb ook mijn down dagen. Dus yeah. dat ik echt denk van, oké, okay, nu is het genoeg. Ik ga naar mijn bed en ik kom er even niet uit. Maar yeah. daarna is het dan weer, dat duurt misschien drie uurtjes. En dan ben ik weer normaal. Ja, maar ik denk ook dat je hiervan moe kan worden. Je kan er heel moe van worden, ja. Want je moet extra focussen op elk, klein elk dingetje. Ik ding wat je doet, ja. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je soms iets hebt van hé, hey, ik ga vandaag even slapen hoor. Want of ik iedereen... heb honger, ja. Dan... <laughs> zeg mijn moeder ook midden. En de... dan zei ik er soms om 9 uur samen. Hé, hey, ma, laat gewoon een skip poepen, nou, want ik heb honger. Zeg ze ja, droom maar. Droom. <laughs> Is dat niet Vind je dat je moeder. Ja, een... Extra speciale behandeling geeft, of behandelt ze je gewoon van hey. Nee, ja. Ze is een moeder. Gewoon een moeder. En hoe een moeder moet zijn, doet ze als een moeder voor me. Want oh, soms wow. zegt ze ook van: Elisa, hey rin je kamer nou af. nou is het genoeg. <laughs> Weet je? Dus echt van een moe. Aan. Nee, maar ik vind het ook goed dat ik geen voorkeursbehandeling kreeg. kreeg, toen en kreeg. Want ja, ik bedoel, anders leer je het niet. Leer je niet met jezelf omgaan, je leert niet. De stappen nemen die je moet nemen in het leven. En dat zijn de dingen die echt uh, me hebben gemaakt tot wie ik nu ben. Oké, okay, soms ben je niet altijd eens met alle keuzes die, die ik doe, maar ik denk wel van het maakt me wel dat persoon. Soms maak je fouten, dat maakt iedereen. Tuurlijk. Maar en uit die fouten ga je leren. Dus je hebt leermomenten, ja. Je bent... Je bent veel slimmer dan je <laughs> denkt hoor. <laughs> en dat was ook een grapje. Want je zegt ook iets over speciaal onderwijs hè. Mm. je kan je wiskundig rekenen. Ik ben heel slecht erin. Maar ik kan ik wel... was goed erin hè. Serieus. Ja, maar Serieus? Je, misschien juist door je gafes. Ja, ik was heel uh, goed in heb wiskundig je rekenen. Dan, 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 dan andere mensen. Want misschien met je kunst kan je juist ook extra mooie dingen maken. Want ja. je kijkt anders naar de wereld. En zelfs mijn vader. Oké, okay, hij is welen nu. Okay. Maar... Um, hij vroeg ook altijd van die kunstwerken: Elisa, hoe doe je het? Ja, want jij kijkt anders naar de wereld. Ja, je kijkt heel anders met een andere bril. Ja. Dus, uh, ja, dat is grappig. Ja, maar ik vind het ook mooi dat je geen voorkeursbehandeling hebt gekregen. Nee. Wat je zegt ook, want je maakt geen fout. het zijn leermomenten. Maar ja, ja, ja. dus dat, leermomenten. En natuurlijk maak je af en toe een foto en dan zeg je ook sorry daarvoor, maar. Ja. Uh, die voorkeursbehandeling wil ik ook niet. Ik wil ook niet dat mensen medelijden met me gaan hebben. Van, oh, Elise is zo zielig. Of Elise is zo dit. Ook al voel ik me zieliger. Maar <laughs> ik, ik, ik wil dat niet, weet je. Ja, anders ga je denken van... Oké, okay, ja, die mensen gaan je anders behandelen. Ik vind het zo leuk hoe je zo eerlijk met jezelf bent. Boy. <laughs> ik ben ik het te eerlijk. zo leuk. Ik ben nee, te eerlijk. Nee, eerlijk, eerlijk is juist geweldig. <laughs> altijd toch? Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Praat vanuit je hart, want dat zit altijd dan goed. Ik vind het, ik mm -hmm. vind het mooi hoe je grapjes over jezelf kan maken. Ik vind oh, het wel ja, prachtig. Ja, dat, dat, uh, dat, um, <clears throat> dat is echt leuk, ja, nu weer. En ik ben ook weer gelukkig, dus ja. Oké, oké, oké. En heb je wel eens ervaren dat mensen je voorkeursbehandeling willen geven, dat je ze dan even moet remmen van. Hey, ik ben zoals Met mijn werk heb ik het wel door. Mm -hmm. Sommige mensen vinden me te goedkoop, maar oké. Okay. Met mijn prijzen, En dan zeggen ze van... ...maar het is zo mooi, ik wil je extra geven. Of dat krijg ik cadeautjes van... ...middle of nowhere, I mean like, really. I was like, oké. Okay. Mm -hmm. dus misschien willen je die cadeautjes geven wat je het verdient, toch? Want yeah, this, je bent toch een voorbeeldfiguur dus, in mijn ogen, hoor. Yeah, dus, um, dus, de cadeautjes geven ze me omdat ze het waarderen wat ik maak. Mm -hmm. En soms moet ik ook streng tegen ze zijn van... Nee, dit is de afgesproken prijs. Je weet toch? Dus, uh -huh. <laughs> ja, maar soms is het ook altijd leuk om wat extra geld te krijgen. Die voorkeursbehandeling, nou, niet, die voorkeursbehandeling nou, moet je juist beachten. Nee. Het gaat niet echt alleen om geld. Oké. Okay. Het gaat om... Gewoon cadeautjes die je binnenkrijgt of zo. Ja, hè? No? Mm -hmm. En weet je dan van wie ik leer? meestal wel als de mensen aan de poort zijn en zeggen ze van hey ik heb dit voor je af. Um... Maar je moet op Facebook moet je dan je, je artwork ook posten dan. Ja dus dat doe ik. Oké okay, oké okay. ik heb niet zo goed naar je page dan ga ik moet, moet... Je moet naar mijn foto's kijken ja. <laughs> ja ga zeker doen ik ben echt benieuwd naar je kunstwerk. Ja. Maar uh, wanneer je dan uh, bezig bent met je kunst ja. moet je dan ook je de diepte kunnen inschatten hoe, hoe zit dat precies of, of... Uh, Hoe bedoel je met diepte? Want je kan niet inschatten, zeg je toch? Dus. Mijn kunst is wel 3D. Dat is wel een van de, van de dingen. Maar mijn kunst is wel 3D, Maar um, ik kijk er anders naar. Dus ik werk met... Ja, je moet het zien om het te geloven. Ja. Dus dat. Je, je kunst is 3D? Ja. En ik dus heb je blijft geen... me verrassen, weet je dat? Je blijft me verrassen, want dus... je, je kan geen diepte zien. En dan gewoon maak je 3D-kunst. Ja. <laughs> <laughs> Hoe ik dat doe? <laughs> I don't know. Het is oh, een gave. Ja. Het is een gave van God. Wauw. Letterlijk, een gave van God. Ik ben zo blij eigenlijk. <laughs> dus is, je, hebt, je hebt eigenlijk met al deze... We gaan het tussen aanhalingstekens mm. mankementen noemen. Want het zijn geen mm -hmm. mankementen. Andere mensen kunnen het ook als gave zien. Mm -hmm. Heb je toch een manier gevonden... Om zo normaal mogelijk alles te kunnen doen. En soms beter ook dan anderen nog erbij. Ja, dus um, dat is wat je zegt, ja. Is geweldig. Is echt geweldig. En um, ik denk dat uh, eigenlijk. So, maar mijn hersenen gaan driemaal, <laughs> eenmaal, uh, Ja, ze gaan keihard, weet je, omdat ik het allemaal in het proces uh, ben, wat yeah, je hier dus zo that. vertelt. Ik ben zo blij eigenlijk dat je, bent, dat je, dat je er zo open over praat, want ik heb, voor mij is het ook nieuw. Mm -hmm. Voor dus mij is het ook nieuw. nieuw. Meestal als er mensen komen, dan kan ik een beetje meepraten, of zus, <laughs> of zo, <je> weet <laughs> of Maar ik ben zelf ook bijna een fan, je weet <laughs> van hé, hey, eh, dat kan ze. Maar hoe doet ze zus? Hoe doet ze zo? Dus ik, ik, ik vind het gewoon geweldig, eerlijk gezegd. En ik vind ook dat nu de tijd is om eigenlijk naar buiten te komen over dit en mental health. Mm -hmm. Want waar ik nu ben in mijn leven, is het gewoon de tijd van... Ey, luister, ik weet niet, maar ik heb gewoon te maken met mensen. En ik wil het ook meer naar buiten brengen. Want er lopen zoveel mensen rond hier in Suriname die gedachten hebben... ...die zelfmoordgedachten hebben, die depressie zijn, depressief zijn. En die denken van... ...maar wat moet ik ermee? Wat zou je doen als, als iemand je zou benaderen? Via Facebook bijvoorbeeld van... ...ik heb ook uh, mm -hmm. wat issues. Uh, mm -hmm. wat, wat is het eerste wat je zou doen? Ik zou zeggen, ik zou met die persoon praten. Mm -hmm. Maar ik zou ze adviseren om toch... ...een psychiater of een psycholoog of iemand... ...een vertrouwenspersoon te nemen in de arm... En daarmee praten. Moet je en, zelf betalen voor, 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 voor psychiater hier? Zo? Hoe zit dat uh, precies? Want is het, het gedekt? Want in Suriname hebben we zoveel mensen die ook... Ja, het ligt dan al wat je verzekeringsmaatschappij met je heeft gesproken. Ah, dus iemand met een... Ik ben zo met dus verzekeringen. Zo, het, is niet het echt weten, pasjes, want, want, dat wel. Um, het is namelijk zo. Ik weet van mezelf. Ik mm -hmm. moet wel betalen. Maar ik krijg het wel weer terug van de verzekering. Maar. Um, ik weet niet hoe het met andere verzekeringsmaatschappijen zit. Mm -hmm. Dus uh, check het even. Zou ik zeggen: check het met je, met je verzekeringsmaatschappij. Of je naar een psychiater kan met een garantiebrief. Of dat je even moet betalen. Ja, want volgens mij in het buitenland word je wel gecoverd. Maar ik, ik weet het niet hoor. Maar hier hier een... werd je ook gecoverd. Doordat die verzekeringsmaatschappijen lastig deden. Maar. Daar ga, ik een, daar ga ik het niet over hebben, daar zal je iemand... Nee, 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 nee. nee mm, dat, oh, is, dat doe dat, je niet. Oké, okay, uh, goed. Dat is politiek, maar af en toe. Er zijn dingen waarmee ik niet wil bemoeien. Goed zo. Oh, ik vind het alleen jammer, dus daarom ja. heb ik die vragen gesteld. Ja, want dus veel mensen hebben het, het moeilijk om te zeggen. Ja, maar ik vind het eigenlijk persoonlijk ook jammer dat nu veel mensen meer dan vroeger, mm -hmm. twee jaar geleden, rondlopen met mental health klachten. Het maakt niet uit wat je hebt, maar ze lopen ermee. Kijk, hoe, hoe was COVID voor jou die periode, die mm. lockdown? De um, lockdown was. was Vind je dat het meer kwaad heeft gedaan dan wat anders? Of was het, juist het heeft goed? meer goed gedaan. Goed juist. Juist goed. Vertel. Ik was meer een uitgaanskind. Dus um, ik ging veel uit en uh, COVID heeft me leren geduld hebben en laten zien wie je echte vrienden zijn. <laughs> Vooral dat. Want dan ga je meer op Facebook te en chatten en WhatsApp en zo. Dan praat je, weet je. Je praat met mensen. Praten en praten is twee jaar, maar mm -hmm, oké. Okay. Mm -hmm. Dus dan leer je van... Oh ja, die praat daarover en die praat daarover. Of die meent het met je en die meent het niet met je. Dus um, ik heb van COVID heel veel geleerd. En, en ja. En had je moeite om, om thuis te blijven soms? Nee. Of je, je bent... Ik, ik heb mm -hmm. een tuin, dus ik kon daar gaan. Je kijkt zo kon, makkelijk naar alles. Ik kon... Ik nee, het is namelijk zo. Kijk, naar buiten gaan was al een issue. Want je had lockdown, je had regels, je had dit. We gingen wel naar buiten. Maar overdag, als het mocht, mm -hmm. toevallig. Maar... Aan de ene kant heeft COVID me meer goeds gebracht dan slecht. Oké. Oké, oké, oké. Dat is heel mooi. Want je vond het was, misschien omdat het leven wat minder hard ging, wat relaxter. Oké, maar ja, je dagelijks leven dus eigenlijk, moet je niet met mensen die ook andere die, die aandoeningen hebben eigenlijk. Dus om de... um, ik ben bij Stichting Y. Oké. Okay. Dat is van P.C.S. Mm -hmm. van Joyce Dawson. Oh ja. Uh, ja, die ken je wel. Mm -hmm. Ja, ja, goed. En uh, zij heeft dan Y. En dat is een een cliëntenvereniging. ...voor familieleden en cliënten. En één keer in de maand... ...hebben we dan zo'n uh, avond. Dat jullie bij elkaar komen, hè? Ja. En hoe ervaar je zo'n avond? Voel je je daarna heel goed? Of uh, uh, Het ligt eraan wat de <coughs> onderwerpen zijn... ...en wie praat... ...en wat de avond brengt en zo. Dus je ontmoet cliënten... ...van andere psychische aandoeningen... ...en zo. En je praat met ze... ...en je bestelt ervaringen uit... ...of gewoon chillen. Is het zo is so dat mensen met mental issues, dat um, die dingen overeenkomen? Soms, heel soms. Or Want zijn uh, dingen meeste, zo verschillend? De, de meeste dingen komen wel overeen. Mm -hmm. Maar niet alles wordt geclassificeerd geclass als wat ik heb of wat de andere heeft. Want zijn, er zijn heel veel mental issues. Mm -hmm. Mental health issues en geestelijke psychiatrische aandoeningen. Dus eigenlijk zou je een test moeten doen. Dus zo'n test die ik heb gedaan, of een test bij de psychiater, van hij zegt van, ik, ik zie dat en dat. Laat me je daar en daarop testen. Ik, misschien zit het hetzelfde hoor. Mm. Ik, ik, ik ben niet zo goed hier, maar mm. is er een verschil tussen een geestelijke storing en een mentale storing? Of is het een beetje hetzelfde? Mental is toch Geestelijk in het Engels. Ik weet het niet. Dus Zoiets, daarom, ja. Omdat <laughs> dus je zegt mental eigenlijk en geester. Nee, dus maar ik bedoel, mental health issues mm -hmm. zijn eigenlijk vertaald naar geestelijk. In het Nederlands? Ja. Oké, okay, dus daarom twijfel ik eventjes wat je beiden noemde. Ja. Dus ik oké, okay, misschien is er ook een verschil daar. Zo. Dus nee, want daar. de meeste zijn gewoon, de doktoren zouden zeggen, psychiatrische aandoeningen. Oké. Okay. Uh, je medicijnen die je net had opgenoemd. Ja. Als je die niet inneemt, wat, wat kan er gebeuren? Heel veel. Kan ik weer een psychose raken? Kan ik erger, misschien erger worden? Of ja, gewoon het, het hele systeem is like, in de war dan. Oh, je dus die medicijnen wel echt nodig en ja. zijn die makkelijk te verkrijgen in Suriname? Soms moet je zoeken. Soms moet je echt zoeken, hè? Ja. En, ehm. Um... Dat is heftig hoor. Het gaat, het gaat, je het goed. Uh, uh, <laughs> uh, ja, sorry hoor. Ik mijn hele. Wordt, ja. Volgens mij vraag je, je af waarom ik mezelf heb ingestopt. En no, no, no. Juist niet. Ik vind het juist oh, prachtig. Okay. Ik, vind het een heel, ik vind het heel mooi dit moment eerlijk uh -huh. gezegd. Maar daarom... Ik moet ook mijn emoties inhouden. Ja, dus dat. Uh, <laughs> eigenlijk wil ik gewoon een brazza geven. <laughs> dat mag je straks <laughs> ja, doen na de yeah. uitzending. <laughs> ik ben zo blij dat je gekomen. Um, dus wanneer je medicijnen niet inneemt kan het erger worden, Ja, toch? het kan zijn dat je erger wordt. En daarom... Kom. Kunnen die medicijnen jou dan ook beter maken? Nee. Ze zijn like een bottom line, dus een bodem. Mm -hmm. En die bodem is nodig om niet door dit... Dus net als cementen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, je gaat een huis bouwen, je hebt fundering nodig en dan... Om dat huis te bouwen heb je dan die fundering. Dus eigenlijk is, je hebt een nullijn, eigenlijk van dit is hoe je bent. Mm -hmm. En die medicijnen hoorden je tot daar. Ja. Dat het niet erger wordt eigenlijk. Niet erger wordt, maar de symptomen blijven. Oh, De symptomen, ja dus wat je al hebt, precies ja. dus hoe je al was, but that, but dat blijft is, daar. Dat ja. blijft Oké, okay, oké. Okay. Maar is er misschien kans dat men medicijnen, weet men eigenlijk hoe het is, want hoe zoiets uh, kan worden verholpen? Nee. Of er zijn geen operaties ervoor? Geen operaties. Alleen uh, therapie zou kunnen helpen, maar dat hebben ze hier niet. En uh, um, wat ik weet is dat je het voor je hele leven lang hebt. Heb je voor jou gevoel, uh, gaat het nu veel beter met je dan vroeger? Mm, ik heb momenten dat het beter gaat en momenten dat het niet beter gaat. Dus... Ja, maar hoe je het nu zo hebt geaccepteerd en alles. Ben je nu gelukkiger dan voorheen? Hoe je het nu allemaal hebt geaccepteerd? En Kijk, mee toen het wist gaan? ik niks, dus ik had geen diagnose. Mm -hmm. Het is belangrijk dat je een diagnose hebt. Of ja, meestal is het belangrijker dat je een diagnose hebt. En dat je gewoon denkt van oké, okay, um, ik heb dit. Niet meer slokje. Ja, even maar. <laughs> is dat je in de arco zit, maar oké. Okay. <laughs> je mm. blaast precies Ma op. Mm -hmm. En <clears throat> mm. uh, je beslaat met je stem. Maar hoe moet ik het zeggen? Uh, kijk, ik weet niet meer. Even, even. Uh. Um, mm -hmm. Het is goed als je een diagnose hebt. Ja. Yeah. Oké. Okay. Want ik vroeg je, is het nu makkelijker? Ga je nu makkelijker doorleven? Oh, dat. Yeah. Uh, ik ga... Per dag moet ik kijken hoe mijn schema is. Mm -hmm. Per dag moet ik kijken wat ik voel. Mm -hmm. Per dag moet ik overleven en leven. Heb je een, een, een lijstje gemaakt van, van stappen die je dagelijks moet nemen? Om, om, nee. om, is dat misschien niet een idee? Ik heb wel in mijn hoofd een schema: mm -hmm. van oké, okay, vandaag wil ik dit doen, dat doen, dat doen, maar er gebeurt altijd iets anders. <laughs> Ja, maar dat is bij elk mens. Ja, dat, is dat. Maar ik bedoel, is er niet misschien een, 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 een idee mm. dat je bijvoorbeeld een, een, een lezing maakt? Ik wil me dat dan niet aan. Dus. Ja, nee, wacht. Laat maar, laat maar. Dat je een lezing maakt, want je hebt, je hebt wel op kunnen noemen van de mm. dingen die je positief helpen. Ja. Bijvoorbeeld muziek. Bijvoorbeeld uh, een bepaalde gedachtegang of iets. Mm -hmm. Dat jij misschien zegt, Aleetje, van in de ochtend weet je van... Oké, okay, wanneer ik wakker ben, dan begin je alvast een lekkere pokoe te spelen. Ah oh ja, dat doe ik. Weet je, dus dat soort dingen. Waardoor je dus je stapjes hebt van... Oké, okay, heb ik dit gedaan? Heb ik dat gedaan? Heb ik zus gedaan? Waardoor misschien het wat uh, verlichtend voor je kan werken. Ja, dus um, per dag kijk ik wat ik moet doen. Mm -hmm. Dus mijn vaste lasten doen. En dan... Uh, Daarna komt van zelf. Oké, oké. Het is altijd spannend voor mij om op te staan en te zien wat de dag brengt. Ik ga nooit plannen. Niet echt in de zin van: oké, okay, als ik een doktersafspraak heb of als ik een afspraak met jou heb, dan plan ik dat. Ja, ja. Maar voor de rest, plan ik niet altijd alles. Hoe ga je om met teleurstellingen? Wanneer, bijvoorbeeld, je hebt iets gepland mm -hmm. en het gaat niet door. Hoe ga je daarmee om? Geil. Ja, dus je gaat er, uh, hoe moet ik het zeggen, teleurstellingen, kan er moeilijk mee omgaan. Dus ja, het is... Ik denk dat ieder mens dat heeft met teleurstellingen, want uh, het is een gevoel van, oké, okay, iets gaat niet door en veranderingen vooral. Dus bij jou moet het wel zo, niet van verrassingen eigenlijk voor de dag. Het moet... Soms wel, maar niet altijd. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus ik hou wel van verrassingen in de zin van als het positief is. Maar niet als het negatief is. Ik moet zo meteen afronden. Is mm. er iets dat je wil meegeven aan de mensen die je hebben geluisterd vandaag? Nou, uh, aan de mensen die hebben geluisterd, zou ik zeggen. Mocht je iets ontdekken bij jezelf of bij een familielid van je. En je vertrouwt het niet. Of... Je denkt van hé, hey, ik hoor dingen die misschien. Ik kan mezelf erin terugvinden. Mm -hmm. Ga hulp zoeken. Ga niet zomaar denken van het is geen hulp, niemand luistert. Weet je, het is... Er, is. er is altijd een luisterend oor voor je. En bij PCS zijn er genoeg mensen die naar je willen luisteren. En denk niet dat PCS voor gekke mensen is, want het is gewoon voor een, voor je, voor jou daar. Ja. Dus ja. En anders als je dat niet vertrouwt PCS, ga naar je huisarts. Meeste mensen hebben een huisarts die ze vertrouwen. Dan kunnen ze ook daar gaan praten. Of bij je huisarts kan je ook gaan hiervoor. Dan kunnen ze voor info gaan. En die stuurt ze dan door naar de desbetreffende arts. Oh, wist ik niet. Ik wist niet dat je ook naar je huisarts. Ja, sorry hoor. Ik, ik wist dat, je, dat, je, dat die mensen rechtstreeks naar PCS moesten gaan. Maar... Nee, dus <coughs> um, het beste is als je een vertrouwenspersoon hebt, een familielid ja. of een vriend of een vriendin. Die kan je vragen om met je mee te gaan naar de huisarts. Je legt je problemen uit en die helpen je dan. Want het is niet alleen PCS. Kijk, de politie is er ook bijvoorbeeld. Er zijn afdelingen bij de politie die jou ook kunnen helpen. Het is goed dat je het zegt, want ik wist al deze dingen niet. Dus, nee, daar... dus <coughs> daarom vind ik het ook goed om te zeggen van kijk, er zijn mensen die je helpen, weet je. Um, zijn er, is, er zijn in Suriname toch wel veel mensen die willing zijn om, om, om mensen te helpen met problemen? Zelfs de kerk is er. Weet je, de kerken zijn er. Als je naar een moskee gaat, praat met je mandier. Als je naar een tempel gaat, praat met je pandit. Weet je, dat? er zijn mensen. Ja, ja, ja. ja. Ik ben zo blij dat je bent gekomen. Ik, ben, ik, heb wat, ik heb heel veel van je geleerd vandaag. Dank je wel. En uh, nogmaals, ik ben uh, onder de indruk hoe jij toch met al deze. Dingen weet om te gaan en gewoon het beste ervan probeert te maken en het beste ervan maakt. Ja. Ik wens je heel veel succes in je nieuwe relatie. Dank Denk je, je wel. Ik hoop dat je kan genieten van je verliefdheid. Ja, ja, ja. We <laughs> doen ons best. Ik doe mijn best. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. En ik wens je echt alleen maar lobby en blessing. Ja? Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. <laughs> yes. Hi, ik hoop dat je hebt genoten van het programma. En dank je wel voor het kijken. En mocht het zo zijn, ga alsjeblieft naar YouTube. Share, subscribe en like the tori. We kunnen alles steun gebruiken. Thank you. d -V -A, baby Let's talk.